Er zijn inderdaad al heel veel hotels, maar ik denk dat de vraag op dit moment nog altijd hoog genoeg is om een hotel als dit te starten. Ik heb het een jaar geleden heb ik het overgenomen, dus mijn voorgangers hebben dit concept bedacht. En toen ik op de opening hier was, was ik verliefd op het hotel, alleen het was van iemand anders. En toen het anderhalf jaar later te koop kwam, toen was de keuze vrij snel gemaakt om specifiek dit hotel over te nemen. En dan niet alleen qua concept, maar zeker ook qua persoonlijkheid, qua omvang. Het was goed te doen om het in mijn eentje te doen. En de drijfkracht van kleins af aan om zelfstandig ondernemer te worden, heeft de doorslag gegeven om dit te gaan doen. Ik heb een passie voor hospitality. Horeca hospitality, vaak wordt het in één zin genoemd. Ik heb vanaf dat ik klein was gezegd, ik ga voor mezelf beginnen. En wat ik ging doen, had ik eigenlijk nog niet zo'n idee van. En door de jaren heen gaan werken, bijbaantjes gehad, mijn eerste twee banen gehad en op die manier een passie ontwikkeld voor hospitality. En ook wel rond mijn 23ste bedacht, als ik iets ga doen, dan wordt het in de hospitality. Mijn hotel onderscheidt zich door de omvang, mijn hotel onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht die je krijgt. Mijn hotel onderscheidt zich door middel van het concept. En ik ben ooit een slogan tegengekomen in China en dat was: if we can, we will, just ask. En dat is exact wat Treasure Luxe doet. Alles wat u wilt, dat kan. Je moet het maar alleen even vragen. Het is een klein hotel natuurlijk met 8 kamers. En je moet praktisch nadenken. Praktisch nadenken, hoe wil je dingen aanpakken? Hoe ver kun je gaan met gasten? In hoeverre kun je een stukje zelfstandigheid en een stukje vertrouwen geven? In hoeverre krijg je dat vertrouwen ook terug van gasten? Want het is een feit dat hier 's avonds bijvoorbeeld niemand aanwezig is of 's nachts niemand aanwezig is. En dan moet je een vertrouwensbasis met mensen hebben. En die geef je door die persoonlijke aandacht. Tuurlijk wil je groeien. Ik denk dat een gezonde ondernemer altijd wel wil groeien. Maar ik denk dat een gezonde ondernemer ook zeker moet stilstaan bij hetgene wat hij heeft. En is dat goed zoals het is? Kan dat nog verbeterd worden? Kan altijd verbeterd worden. Maar zet een goede fundering neer, want op 3 palen kun je geen huis bouwen. Waarom ben ik in Maastrichtse toppen? Waarom zou ik dat graag willen zijn? Ik denk dat ik iemand ben geboren, of dat weet ik zeker, geboren en getogen in Maastricht. Ik denk dat ik iemand ben die zich hier als een vis in het water voelt, in deze stad. Ik heb uitstapjes gemaakt naar andere steden of andere gebieden. Maar altijd teruggekomen naar hier, want dit is mijn stad. En in mijn stad mag ik mijn onderneming hebben. En ik denk dat mij dat een Maastrichtse topper maakt.